Oh my god, ik zie nu pas. Bergen geblesseerd, jongens. Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van FIFA 19 Ajax Career Mode. We gaan de tweede aflevering beginnen. Enorm veel positieve reacties op de eerste aflevering. Dat is tof om te zien. Jullie hebben wat transfer tipjes achtergelaten. Dat was vooral Alvarez, de verdediger. Verdedigend middenvelder hier in FIFA dan. Dus die heb ik op het lijstje gezet. Ik zag nog steeds ook Promes erbij staan. Alsof sommige mensen de video niet eens gezien hebben, maar gewoon klakloos reageren. Sorry dat ik het maar even zeg. Maar Promes, die ik zou hem wel willen halen, maar ik zal het laten zien gewoon direct. We moeten dan de clausule gaan inlossen en die is 58 miljoen. Laten we eerlijk zijn, 58 miljoen is Promes niet waard. Gewoon niet. Dus dat wil ik niet doen. Martinez kan nog niet. Ik had dan nog wat andere spelers erbij staan nog. Moet nog even kijken wat we gaan doen. Alvarez is iemand waar ik wel wil achteraan gaan. Maar we zijn natuurlijk ook nog spelers bij aan het verkopen waar we een beetje op wachten. Zodat we weten hoeveel we daadwerkelijk kunnen spenderen. We hebben al 61 miljoen. Dan ga ik wel eventjes iets aanpassen. Zodat we wat meer salarisbudget hebben. Laten we zeggen 200.000 salarisbudget. Dat kunnen we voorlopig weer vooruit. Dus we gaan even kijken wat deze transferperiode met zich gaat brengen. Of we wel wedstrijden gaan spelen. Dat durf ik niet te zeggen. Daar ga ik geen uitspraak nog over doen. Misschien wel, misschien niet. Maar ik wil het tempo ook een beetje hoog houden. Want we zijn er wat later. FIFA 20 komt er al aan. Daar komen ook de nieuwtjes van. Dus er zal ook redelijk wat gesimuleerd gaan worden. Nou, ik heb hier aanbiedingen. Dani de Wit kunnen we uitlenen. Als dat doorgaat. Uitlenen is echt een probleem op FIFA. Dus dat is altijd lekker afwachten. En we zien hier een bot op Sinkgraven. 3,2 miljoen. Hij is 2,6 waard. Sinkgraven, jongen. Ik wens je veel succes bij Club Brugge. Buiten het feit dat we natuurlijk transfers gaan maken, is Ajax ook wel een team van jeugd. En wordt het tijd om de eerste scouts te gaan inhuren. Mits ze een beetje goed blijven kijken. Hij heeft ook 5 sterren. Dat is wat we willen zien. En de laatste scout heeft wel veel ervaring. 4 sterren beoordeling. Is een Chinees, jongen. Niks mis mee natuurlijk. Maar dat heb ik nog niet eerder gehad. Kom er ook maar bij. En dan gaan we dit even goed opzetten. Goed, de scouts heb ik allemaal even een taak gegeven. We hebben 1 scout, de linkse hier, die staat in Nederland. We hebben even geen specifieke posities opgezet. Althans, ik niet. Omdat ik gewoon... Laat maar komen wat er te vinden valt. En we zien wel of het bruikbaar is en op welke positie ze binnenkomen. Maar waarom focussen als je gewoon alles binnen kan halen? Dus ik heb geen positiefocus gedaan. 1 staat in Nederland, de ander in Argentinië. Maar ja, Ajax is de laatste tijd toch zoveel bezig met redelijk wat Argentijnse spelers. Want het lijkt zo. En de ander, de Chinese scout, die is in Colombia voor 6 maandjes. Hopelijk vinden ze goede spelers. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Natuurlijk krijg je daar meteen weer 3 onzinberichten van. Nu gaan we weer door, simmen en kijken of er wat transfernieuws komt. Het heeft meteen een hap genomen in ons budget, dat wel. Maar hey, het is wat het is. De licht is nog niet verkocht, dus dan zullen we nog wel cashen. We gaan weer door. Nou, we hebben een transferbod op Dolberg. Ik ga onderhandelen en ik ga een beetje streng zijn. Ik zeg niet dat het goed gaat komen. Ik ga namelijk een tegenbod doen van 20 miljoen. Want er staat dat ik 19,9 zou kunnen vangen. Ik heb zoiets van, laten we dat gewoon eventjes afronden. Naar de 20. Boom. Bam. Bim. Wat zegt de code 12,1? Wow, hij gaat niet eens een beetje omhoog, deze vent. Sorry, man. Maar dat gaat niet door. Dat gaat echt niet door. Dan kan ik hem nog bijna beter gaan houden. 17,5. Je gaat omhoog, vriend. Je gaat hoe dan ook omhoog. En ook niet met van die kleine babystapjes. Jij gaat gewoon echt omhoog. Jij gaat omhoog. Even niet zo kieskeurig doen. Nou, dan hebben we geen deal. Nou, we hebben hier een bod op Mitchell Bakker. Ze bieden 740.000. Hij is 850 waard, staat er. Maar dan kunnen we het niet vangen volgens het berichtje wat er staat. Zal ik hem maar gewoon akkoord gaan? Ik bedoel, waar moet ik voor strijden? 1 miljoen. Mitchell Bakker naar Heerenveen. Succes, ik denk dat je kans van slagen daar wat groter is als bij PSG. Dit is ook een interessante, maar dat gaan we niet doen. Ik wil eigenlijk Lasse Schöne voor altijd bij Ajax houden. Ook al komt hij van de bank. Ik denk dat hij een guy is die niet eens meer weggaat in het echt. Maar hey, je weet nooit wat de toekomst brengt.
Lasse, voor nu blijf je gewoon nog even hier. Schalke is in de race nu. En nu kan ik wel meer vragen voor Dolberg, staat er ineens. Tussen 15,5 en 22,8 miljoen. We gaan alleen maar omhoog, lijkt het wel. Maar hey, dat vind ik niet erg. Gaan we direct onderhandelen. Ze bieden 15. Ik ga het gewoon weer naar 20 gooien. Dan zitten we nog in die zone van wat er werd aangegeven van tussen 15 en 22. Dus ik denk dat dit wel een kans van slagen heeft. En ik zag een reactie van iemand van verkoop Dolberg alsjeblieft niet. Want hij is een beast. Ik heb serieus... Ik geloof dat Dolberg het in het echt nog wel kan maken. Maar ik denk echt dat het voor hem... Dat het echt gewoon oprecht beter is dat hij een nieuwe start krijgt. Dus vandaar dat ik hem wel... Wauw. Ik zweer het je, onderhandelen lijkt stugger te gaan dan van wat ik me kan herinneren van vroeger. Zelfs hun knijpen hem ook niet om omhoog te gaan. Hou eens op, ik hoef je kutclausule niet. Flikker op. Laten we er 18 miljoen van maken. Dan mag je hem ook nog hebben. Holy crap. Hey, anders als die blijft, dan blijft hij. Dan geef ik hem wel een kans. Maar ik wil hem niet voor te laag laten gaan. Ik bedoel, in het echt zou Ajax misschien wel blij zijn met 15 miljoen voor Dolberg. Maar hey, dit is FIFA. En ik ben gierig. Bakker is verkocht. En we godverdomme nou een transferbod op Neres. Neres staat ook wel weer in de geruchtenstroom. Maar als het aan mij ligt, voor nu, zolang die nog niet in het echt weg is, ga ik hem ook echt niet wegdoen. Neres blijft nog bij ons. Real Madrid, rot op. Yo! Nog meer aanbiedingen. Ook hiervoor bieden ze onder zijn waarde, maar dit gaat ook weer als een klein schrimpelbedragje. Gaan we niet moeilijk over doen. Lamproes, succes bij Genk. En dan hebben we hier AS Roma, die biedt 9,7 op Veldman. En hier had ik nog niet echt over nagedacht wat ik met Veldman ga doen. Ik zit te denken, omdat hij... Ik gun hem nog best wel een buitenlands avontuurtje, maar hij is wel gebleven. Hij staat ook nog niet in de geruchten. Dus weet je, voor nu... Geven we Veldman nog even het voordeel van de twijfel voor aankomend seizoen. En houden we hem nog maar eventjes hier. Dacht even dat ik gek werd, jongen. De naam is omgedraaid. Luis Felipe in plaats van Felipe Luis. Het is ook wel iets anders gespeld, maar er was toch wat geweest als PSV de andere man had getekend. Gelukkig niet het geval. Heerenveen nadert. Maar Lamproes verkocht, oké. Okay. We hebben nog steeds spelers die eigenlijk weg moeten. Of nou ja, onze grootste bron van inkomsten is er nog. En dat is De Ligt. Had ik niet verwacht dat hij niks zou krijgen. Maar aan de andere kant niet erg. Nou zien we hier Heracles. Die ga ik even gewoon simuleren. Dan moet het team gewoon kunnen winnen, lijkt mij. Dolberg gaat staan in de basis. We gaan dit eventjes allemaal goed zetten. Marinha, dat is een dikke domper. Maar goed, we hebben Bergen erbij gehaald voor versterking. Op zich wel een nette opstelling. Zoals ik al zei, De Ligt gaat nog weg. Die gaan we nog verkopen. Gaat hoe dan ook gebeuren. En daar halen we dan nog wel een dikke vervanger voor waarschijnlijk. Want... Ja, eigenlijk niet veel op aan te vullen. Daar gaan we dan zeker nog wel een vervanger voor halen. Maar dat komt tegen de tijd dat die verkocht is. Want anders hebben we een verdediger die alleen maar wegrolt op de bank of iets. En daar heb ik ook geen zin in. Nou, dit is de wedstrijd tegen Heracles. We spelen thuis. Dan zou je verwachten dat gaan we gewoon winnen. Je weet het natuurlijk nooit. Dolberg scoort de eerste gauw binnen. Dat is fijn om te zien. Als hij het goed doet, misschien moet ik hem dan maar gewoon nog een seizoentje houden. Want dan kan wel zijn waarde lekker opkrikken natuurlijk. 2-1. Tagliafico heeft voor ons nog gescoord. Dolberg met een tweede. Doet hij goed. Doet hij netjes. Dat is fijn om te zien. Als hij op dreef komt, kan hij veel opleveren. Schöne met een invalbeurt tikt 4-1 binnen. En deze wedstrijd, die is wel gewonnen. Oh my god, ik zie het nu pas. Bergen geblesseerd. Jongens, of FIFA vindt het nu leuk om het te naaien, of ik heb extreem veel pech. Want onze nieuwste aanwinst, Marien, geblesseerd. En nu Bergen, zelfde positie, ook geblesseerd. Wat een grap is dit. En natuurlijk ook Bergen voor een lange tijd geblesseerd hoor. Meteen 3 maanden. Hoppakee, gebroken enkel. Jezus, wat een aparte start van deze carrière mode tot nu toe. Lasse Schöne, jij gaat niet weg. Helemaal niet met zulke blessureproblemen. Maar ik ga nou wel even tempo maken om iemand anders binnen te slepen die Ajax dus in het echt ook heeft gehaald. Want die kan volgens zijn positie ook op het middenveld staan.
En dat is Alvarez. Nou hebben we hem gewoon direct nodig. Want we hebben weer onze aanvulling voor Frankie. Om dat gat te vullen is geblesseerd. Dus dat gat moesten we vullen. Bergen kwam ook geblesseerd. Dus we hebben weer een fucking gat dat we moeten vullen. Dit gaat helemaal nergens over tot nu toe. Maar Alvarez. Hij heeft een clausule, maar we kunnen hem voor minder krijgen. Dus dan gaan we hem zeker ook voor minder halen. Let's do it. Start onderhandelingen met de club. Nou, ik bied ze gewoon 9 mil. Net iets boven zijn waarde, dan mag al. Hopelijk gaan ze gewoon in één keer akkoord. Ik heb geen zin om moeilijk te doen. En ze gaan in één keer akkoord. Mooi. Nou, Alvarez is binnen. Zo te zien wil Promes nog steeds niet weg. Althans, niet... Niet zonder die clausule. We hebben het geld niet voor de afgelopen clausule. Nee, weet ik. Ik was gewoon aan het kijken of het ook goedkoper kan. Nou, here we go hoor. Het eerste aanbod is binnen op Matthijs de Ligt. En het is niemand minder als Liverpool. En dat vind ik een mooi team. Het is geen Juventus. Weet je dat toeval hebben? Nou, niet meezitten. Dingetje, Frenkie ging toevallig wel naar Barca. Want die hadden zo'n clausule geactiveerd. Om even zo te noemen. Ingelast. Hoe je dat ook moet noemen. En... Nu zien we hier, we kunnen tussen de 66 en de 96 miljoen gaan vangen voor Matthijs de Ligt. Laten we gaan onderhandelen met Liverpool, dit kan leuk worden. Nou, daar is hij hoor, Mr. Klopp. Mr. Klopp, ik ga eigenlijk gewoon proberen, laten we zeggen, 80 miljoen. Vind ik een mooi bedragje, 80 miljoen rond. Weet je, we hoeven niet per se de max eruit te slaan, zolang we maar gewoon wat vangen. Holy crap, wat is dit? EA! Nou, dat vind ik flauw. Ja, dit vind ik flauw. Ze gaan ook al niet omhoog. Wat is er gebeurd met de onderhandeling? Het was zoveel makkelijker, dacht ik. Nou ja, dan hoop ik dat we hem voor 75 miljoen nog kunnen verpatsen. Anders is hun eigen bedrag ook best netjes, maar het kan gewoon beter. Het kan gewoon beter. Ik bedoel, we mochten tussen de... Flikker, EA! Ik kijk niet doorverkopen. 1%. Klop. Nou mag ik je niet meer. Nou ben je gewoon zoiets aan... Nou ben je me gewoon aan het trollen. Nou neem je dit niet eens meer serieus. Kom op, hé, Klop. Jou neem ik niet eens meer serieus. Dan ga ik omhoog. Met je 1% doorverkoopclausule. Hoepel, hou op. Je mag 2 miljoen bijbetalen, man. Dan maar niet. Zuurpruim. En dan hebben we nog een wedstrijdje die we ook gaan simuleren. Het is Venlo ook als het uit. Alvarez gaat zijn debuut maken. Ik had eigenlijk nog het shirtnummer van Berg moeten veranderen, maar die is nou toch geblesseerd. Hij speelde met 14. Dat werd gezegd in de reacties en ik had het ook wel gezien in die presentatie. Van de Beek tikt ons naar 0-1 voorsprong. De Ligt blijft nog even bij ons dus. Pakt hier wel een gele kaart. Hopelijk houden we de voorsprong vast. Je weet het nooit met uitwedstrijden. Zenuwslopende shit hier, maar Venlo moet het toch kunnen pakken. En ook wel met wat meer als een 0-1 jongens. Tikt er nog even 1 bij in. Nee, niet. Dit is een rustige wedstrijd. Nou, 0-1 winst. 0-1 winst. Matthijs is dus nog niet verkocht. Ik zie nu ook geen berichten. Maar ja, hoe Klopp met mij omging, dat vond ik niet netjes. Dat vond ik echt niet netjes met zijn 1% doorverkoopclausule. Dat schiet toch helemaal niet op. Als je er nou 15 van had gemaakt, weet je, had gezegd, oké, dan vang ik nog daadwerkelijk wat mee. Maar 1%? Hè? Dan heb ik zoiets van, ga weg. Dan heb ik het dan van hoe ik me in de zijk genomen. Anyway, dat was het dan voor deze Ajax-carrière. Maar het is wel de bedoeling dat we zeker wat wedstrijden gaan spelen. Dus wees daar niet bang voor. Jullie mogen weer jullie transfertips achterlaten. Promes is dus gewoon geen optie. Want ik zag het wel weer in de reacties. Ik zag ook een andere reactie die liet Vilena, Elia en nog wat andere Feyenoord-spelers achter. Ja, sorry, maar dat ga ik gewoon niet doen. Het spijt me. Dus laat gerust andere reacties achter die jullie zouden willen zien in dit Ajax-team. En laat jullie mening achter over Dolberg. Wat zou ik ermee doen? Nog even een jaartje houden? Anders, misschien? We shall see. Laat al jullie suggesties achter. Als jullie het leuk vonden, druk dan op dat duimpje omhoog. Dat zou ik zeer waarderen. Ben je nog niet geabonneerd? Het is geheel gratis. Kost niks. Kost geen drol. Druk dan op die abonneerknop. Volg me op social media. Linkjes staan onder in de beschrijving. Om van alles op de hoogte te blijven. En ik check jullie gauw weer bij de volgende video. Tot dan. Laters.